We staan hier op een festival waar het gemiddeld iets harder aan toe gaat dan op een ander hardstyle-evenement. Dit is dan ook een van de weinigen in zijn soort en hier draait het dan ook maar om één ding. En dat is keihard beuken op raw hardstyle. Welkom op Vitality. Drie jaar geleden werd Vitality hier voor het eerst gehouden en inmiddels is het iets uitgegroeid tot wat een RAW-liefhebber maar zou wensen. Ook deze editie zijn er meer dan 70 artiesten, een Malice hosting en een volgepakte mainstage met ziek veel grote namen. Wat maakt voor jullie nou raw hardstyle zo vet? Maat, vooral die sfeer, jongen. Vooral die sfeer. Al die mensen, iedereen blij. The atmosphere is very good. The people are very great. The people are very nice. Zo, ik vind het gewoon een leuk feestje. Vorig jaar was het ook leuk. From every location and very nations. Ik vind de mensen die eruit komen, mijn vrienden gaan er mee naartoe, dus ik heb het al naar mijn zin hier. Gewoon die muziek, maat. Als je gewoon in zo'n tent staat, maat, hoor je die muziek. Dus heerlijk, jongen, heerlijk. It's not to describe. The camera's right there. Het is een klein festival, maar de sfeer hier, dat is niet te omschrijven. Dat is zo mooi. Dat. En is er een speciale artiest waar jij voor bent gekomen? Nou ja, er zijn wel een paar waar ik echt zin in heb, maar Project Core als afsluiter, daar heb ik wel echt zin in. Ik vind Warface heel vet. Purge of Mind Dimension. Ja, toch wel Malice, Unresolved en Project Core. En ja, ik vind eigenlijk alles wel vet. Ik vermaak me overal wel. Als ik echt een vieze track hoor, dan kijk ik echt alsof ik poep ruik. Heb jij dat ook? Ja. Doe het eens voor. Nee, absoluut niet. Ja, daar is ook meer een combinatie van een heel vies gezicht en een paar gekke oerkreten, zeg maar. Okay, ik sta hier met de camera in mijn smoel, dat ga ik echt niet doen. Kun je een voorbeeldje geven? Oei! Ik heb van die eikels van vrienden en die gaan dat opzoeken, weet je wel, op die pagina van jullie en dan wordt daar overal gedeeld. Nee, dankjewel. Oei! Ik wil best even lekker met jullie praten, maar ik ga geen gekke bekken trekken. Nou, wat vind ik van vertellen? Het is een aantal keer dat ik er nou heb gestaan en je ziet dat het gewoon blijft groeien. Hard! Warm, mooi weer altijd, goed feestje man. En mensen hebben er zin in. Ik vind het een topfeest om ook weer gewoon nieuwe dingen te kunnen laten horen. Dus ik heb er zin in. Kut best. Een genre zoals RAW verdient gewoon een eigen feest. 100%. Voor welke artiesten wij hier zouden komen? Ja, op Vitality. Nou, eigenlijk bijna voor allemaal wel, denk ik. Ik vind dat ze ook wel echt een gevarieerde line-up hebben. Maar ja, je ziet wel dat het gewoon heel veel publiek trekt. En dat de RAW gewoon echt wel steeds groter wordt. Niet voor Endymion, zou ook niet komen. Oh, waarom niet? Dat weet ik niet. Jij wel? Ja, Endymion vind ik verschrikkelijk. Wat een herrie is dat, zeg. Hi, we're standing here with Malice today. How is it to have your own hosting and having your own gang here? Well, it's really amazing the feeling of looking at what we achieved after, in total, 8 years of job, you know. I mean, since me and Alejandro started in our city in Italy in a little room with just 2 speakers, just for fun. See what we achieved here, like a stage full of people, you cannot even see the bottom. Yeah, it's a magnificent feeling, of course. It's an awesome feeling. It's really rewarding. Yeah, and you have to play 4 times today. How is it going and what do we expect today, later on? I expect just the same energy, because anyway, we will make it happen, like with our passion on the stage, and we want always that people feel like we are sharing the same passion and the same feeling of fun with them, you know. So for our next sets, I will expect the same reactions, and I hope that we will have the same number of people. Otherwise, it's going to be fine. The crowd is going amazing, it's going wild. The crowd was really packed, yeah, it's going wild, yeah. We try our best, I told you, to make them feel like part of us. Not like we are the DJ, it's our job, and they are the crowd, and nah. I'm having the same fun as they have. The only difference is I can make the music, they can't, but we share the same passion. What is so good about Vitality? The dedication of the people that for the most part, the people that come to this party, in my opinion, are really listeners of raw. Like they have a passion for raw hardstyle more than, for example, euphoric hardstyle or any kind of other hard music. You know, the people that come here have a real big passion for the raw. You know, which can be extreme raw, like they call it now, which for me is not the case because it's just a different kind of hardstyle, harder. And people that come here have the passion for this kind of hardstyle, so they are really dedicated. They know every track and they have a lot of fun. And you guys been very busy lately. What can we expect from you in the future? A lot more music. We have already a lot of new tracks, and we will try to improve ourselves as in the musical aspect, in the artist aspect, in every kind of way. You can just expect us to improve. We try always to improve. There is always something to learn. Do you want something to say to the audience? I just want to say thank you guys for everything, because the passion that you put every time when we perform is amazing. We feel rewarded for all the hours we spent in the studio. Thank you guys really much for everything, and be sure to always follow Malice and always stay tuned with us.